Jongeren duiken massaal in de crypto. Vindt u het logisch dat jonge mensen nu in de crypto duiken? Kijk, de mensen duiken vooral in de crypto omdat ze natuurlijk heel weinig rente krijgen op meer traditionele beleggingsinstrumenten. Op zich is het niet mijn taak om jongeren beleggingsadvies te gaan geven. Nogmaals, net zo min als dat ik jou kan vertellen wanneer je een huis moet kopen en wanneer niet, kan ik ook jongeren niet gaan vertellen of ze wel of niet in crypto moeten. Maar ik zeg ook hier, ga pas beleggen in iets als je goed doorgrondt wat het is. Laten we dan even de vergelijking maken met een belegging in een aandeel of een obligatie. Wat je dan hebt, is een claim op een onderliggende kastro. Dus als jij een aandeel van een bedrijf koopt, dan krijg jij dividend uitgekeerd van dat bedrijf. Dus je hebt een deel van de winst van het bedrijf wat elk jaar aan jou wordt uitgekeerd. Als je een obligatie koopt, krijg je rente en krijg je aflossing. Bij crypto heb je helemaal niks. Dus geen onderliggende waarde, geen onderliggende kastro. Je hebt iets wat je hebt gekocht en je kunt het ooit hopelijk weer verkopen. En als je het kunt verkopen tegen een hogere prijs dan je hebt gekocht, dan heb je een koerswinst. Maar de waarde ervan is dus puur afhankelijk van wat de ander denkt dat het waar is. Dus het is eigenlijk een psychologisch geheel zonder dat er onderliggende waarde is. Ja, dat heeft een zeker risico in zich. Als je aan de goede kant van de streep zit, dan heb je er heel veel geld mee kunnen verdienen. Er zijn ook heel veel mensen die er heel veel geld mee hebben kunnen verdienen. Maar je kunt er ook heel veel geld mee verliezen. Ja. En als het minder waard wordt, dan is er niks om op terug te vallen. Er is geen onderliggend dividend wat je krijgt of rente of aflossing. Maar denkt u dat jonge mensen voldoende vertrouwen hebben in de reguliere munt? Ik denk dat jonge mensen vooral op zoek zijn naar enig rendement op hun spaargeld. Dus en ik denk niks dat, te maken met het gebrek aan vertrouwen in de euro? Ik denk dat dat soort verhalen er iets te veel bij gezocht wordt. Want hoe kun je nou vertrouwen hebben in, dan wel vertrouwen in hebben iets wat compleet anoniem is, waar toch ook een sfeer van illegaliteit en witwassen en belastingontduiken en weet ik wat omheen hangt. Hoe kun je daar wel vertrouwen in hebben, terwijl je geen vertrouwen zou hebben in het reguliere financiënwezen, waar je een centrale bank hebt, waar je een overheid hebt, waar je toezichthouders hebt, waar natuurlijk veel meer waarborgen zijn, dat de hardheid van dat geld wordt gegarandeerd. Dus u zegt, jongere mensen willen graag van geld meer geld maken. En daar is niks mis mee. Nee. Ik begrijp dat je rendement zoekt. En ik denk dus ook, mijn verwachting is ook, dat als de rente wat meer omhoog gaat, dat dat ook zal leiden tot minder populariteit van crypto. Maar dat zullen we zien. Nou, jonge mensen hebben dus veel op hun bordje. De basisbehoeften zoals een huis, veiligheid, een leefbare planeet staan allemaal onder druk. Waar kunnen die jonge mensen terecht om voor hun belangen op te komen? Nou ja, zoals iedere burger in een democratie kun je voor je belang opkomen door gewoon deel te nemen aan het democratisch proces, door gewoon te gaan stemmen. Mijn zoon is nu 18, die mag voor de eerste keer voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Ja, natuurlijk juich ik dat toe. Hebben jullie het daarop... veel over politiek? Zeker, hij heeft zichzelf breed georiënteerd. Ja. Hij weet wat hij gaat stemmen, ga ik je niet vertellen. Maar dat is uiteindelijk hoe wij in een democratie voor onze belangen opkomen. En dat wil ik ook alleen maar jongeren aanmoedigen om daar gewoon aan deel te nemen. Want wat bij me opvalt is dat jonge mensen ontzettend veel weten. Ze luisteren ontzettend veel podcasts, intellectueel enorm onderlegd. Je hoeft ze helemaal niks uit te leggen. Heeft hij datzelfde gevoel? Zeker. En ze hebben andere vormen van waarop ze hun informatie halen dan zeg maar oudere generaties. Horizontaal televisie kijken, dat gebeurt eigenlijk vrijwel niet meer in jouw generatie. Ja. Maar die kennis enzovoort, die moeten we gewoon met z'n allen aanwenden om ook als maatschappij de beste richting voor ons allemaal te kiezen. En daar hebben we ook de stem van de jongeren voor nodig. Want als u nu kijkt naar uw zoon of naar uw dochter, denkt u dan, oké, deze generatie, die gaat ons vooruit helpen? Kijk, dit is een grappige vraag, want er is in de maatschappij altijd iets van wat ik cultuurpessimisme noem. Dus in al die jaren dat ik heb geleefd, zijn er altijd wel stemmen geweest die zeggen, ja, de toekomstige generatie die gaat het echt slechter krijgen dan de huidige generatie. De waarheid, het simpele feit is dat elke generatie tot dusver het nu beter heeft gehad dan de generaties voor hem of haar. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie enzovoort. Mm-hmm. Maar er is in mijn optiek ook geen reden voor puur pessimisme ten aanzien van jongere generaties. Er zijn kansen genoeg in de economie. Er staat een grote premie op kennis en opleiding. Dus het is ontzettend belangrijk dat je als jongere in jezelf en in je opleiding investeert. Het is onvoorstelbaar als je zou berekenen wat het financiële rendement eigenlijk is op het hebben van een goede opstelling, goede opleiding. Daar profiteer je elk jaar weer van, nadien. En als jongeren gewoon goed in zichzelf blijven investeren,
goed om zich heen blijven kijken. Probeer verschillende culturen op te snuiven. Probeer vooral verschillende dingen te doen in het leven waar je heel veel van leert. Dan ben ik er nog steeds van overtuigd dat we die jongeren een prachtige toekomst in Nederland en ik zou willen zeggen in het Westen te bieden hebben.